Op woensdag 9 januari was er weer een jaarlijkse kerstboominzamelingsactie. Op 22 plaatsen in de gemeente Altena konden de kerstbomen ingeleverd worden. Wij gingen kijken in Almkerk. En zoveel bomen komen niet uit één huishouden. Waar komt het allemaal vandaan? Ja, mijn kinderen, die zijn aan het inzamelen. Ja, Lisa, hoe heb je al die bomen verzameld? Met een schelter. Mijn broer en papa zijn gisteravond ook nog bezig kijken met de kar en de auto. Heb je het al aan mensen gevraagd of bedoel je de bomen die buiten staan? Sommige bomen hebben gevraagd en sommige kon je gewoon meenemen. Wat ga je met geld doen straks? Dat weten ze nog niet. Maar dat geef je, dat kan wel. Dat is één. Hoeveel bomen hadden jullie nu verzameld al? Weet ik niet helemaal, iets van 60. 60 bomen, en waar hebben ze allemaal vandaan gehaald dan? Ja, gewoon in heel Almkerk. In heel Almkerk? Ja. Bij mensen aangebeld? Ja, ook. Dat ook. Maar vooral heel veel van de straat gehaald. Mensen komen kerstbomen brengen. En wij nemen ze in, wij tellen ze. We schrijven het op van wie ze zijn. Sommige kinderen die zijn heel de kerstvakantie al aan het verzamelen. En die liggen dan die kerstbomen bij hun thuis in de tuin. En hoeveel bomen worden ze elk jaar een beetje ingehaald hier? Rond de 200. Ja. De kinderen zijn erg vindingrijk met het brengen van kerstbomen. Soms dan komen ze op de skelter. Wij moeten weer aan het werk, want dan komen ze weer aan.